Twee gewapende mannen hebben vanmiddag een overval gepleegd op een goudinleverpunt in Hotel Triniteit aan de Kastanjelaan in Terneuzen. Volgens een getuige hebben de overvallers zowel goud als geld buitgemaakt met een waarde van ongeveer 20.000 euro. Het was erg druk en op een gegeven moment zijn daar twee mannen de ruimte binnengedrongen en hebben onder bedreiging van een vuurwapen en een steekwapen hebben ze dus geld en sieraden afhandig gemaakt en daarmee zijn ze dus ook op de vlucht gegaan. Nadat de melding binnenkwam hebben wij direct grootschalige actie ondernomen, maar helaas heeft dat tot nu toe nog niet geleid tot aanhouding van de verdachten.